Wat gebeurt er als een kind van onder de 16 zich meldt bij een priklocatie van de GGD, duidelijk aangeeft dat het geen toestemming heeft van de ouders en ook nog eens duidelijk laat merken dat het geen idee heeft wat nu de medische voor- en nadelen zijn van dat zogenaamde vaccin? Hier in de Tweede Kamer deden zowel de directeur van de GGD als de toenmalig minister van Volksgezondheid alsof alles vlekkeloos verloopt. Precies kinderen... Nee, ik moet het anders formuleren, denk ik. Volgens mij worden er geen kinderen zonder ouders zomaar geprikt tussen 12 en 14 jaar. Minister. Ja, dat is aan degene op die priklocatie om die vraag te stellen. Om dat gesprek ook met jongeren te hebben, dat gebeurt ook. In de praktijk blijkt echter dat GGD-artsen en ander GGD-personeel vrijwel alle regels en procedurevoorschriften aan de laars lappen. Trek die mouw maar uit. Ik vind dat heftig eigenlijk. Als je morgen misselijk bent, ja. Wat zou kunnen, dan moet je zeggen ik heb iets verkeerds gegeten of zo. Dit vind ik echt heel kwalijk. Ik vind dit ethisch niet door de beugel kunnen. Dat die mensen om je heen echte klachten hebben omdat ze dit vaccin genomen hebben, is ook niet waar. De kans dat jij na het krijgen van corona heel erg lang ziek bent en echt maanden aan het herstellen bent, die is miljoenen keer zo groot als de van dit vaccin. Dit is absoluut desinformatie, is onwaar. Maar gewoon hele jonge mensen, jonge goden, krijgen doorgaans niks, dat is misschien 1 of 2 miljoen of zo, dat is misschien... Ja, het is in alle opzichten fout. Ja. In alle opzichten in strijd met de wet. Ik ben geen antivaxxer, dus ik heb ook jarenlang reizigersvaccinaties gegeven. Maar dit is in mijn mening is geen vaccin. Iedereen die ook maar iets geeft om de belangen van kinderen begrijpt dat dit onacceptabel is en zo snel mogelijk moet stoppen.